Hm, dat klopt. Van nature nogal breed vragen. Het gaat over geloof. Het gaat over de kracht van geloof. En die heb ik heel erg hard nodig. Ik ben mijn leven al levenslang heb ik een fobische angst. Veel meer dan de normaalverdeling voor de dood. Maar ook voor één bepaalde ziekte. Dat is kanker. In mijn jeugd ben ik daar op een afschuwelijke manier mee geconfronteerd. Dat heeft een trauma van mijn leven opgeleverd, waardoor het ook niet verklaarbaar is. In mei 2014, na 7 maanden leidelsweg van een bloedend, pijnlijk, dik ontstoken oor, kwam ze tot een grote schok achter dat het geen ontsteking was, maar kanker. Maar het komt naar voren door. Het was inmiddels uitgegroeid door tumoren in mijn hoofd en ik kreeg begin in mei 2014 te horen, u heeft nog een prognose van 10% om 2015 te halen. Het gaat helemaal niets meer worden, want dan kun je niet opereren, het zit al te vol. Nou, hoe groot die angst is niet uit te drukken. Ik sta hier, het is nu bijna, ja, het is 2016. Hele zware behandeling ondergaan, het zwaarste mogelijk voor mens. Dat ben ik erheen gekomen, tot groot succes. Ik heb al die tijd ervaren dat de Heer bij me was. Amen. Wel steeds terugblikkend. Op het moment zelf, midden in jouw Amerikaanse verschrikkelijk pijnlijk onderzoek, of wat dan ook, weet je dat. Later, als je thuis komt op de bank zit, denk je, de Heer was bij me. Ja. Hij draagt me. Hij draagt me constant. Ja. Vanaf de eerste dag tot en met nu. Toen kwam het ging er een tijd overheen en ik kort het even in. En toen zat ik op een gegeven moment in de auto. Het werd erger. De scans toonden aan dat het weer terugkwam. Dus het begon te groeien in mijn hoofd. Tegen mijn hersenvlies om mijn halsslag gaat erheen. Het zat helemaal vol, hopeloos. Zat het ook weer in mijn oor. Het oor zat weer potdicht met zulke tumoren. Niet oor. En toen zat ik in mijn auto en ik reed door een dure villa-wijk in Blaricum op weg naar een vriend van me. En toen ging ik de telefoon en ik nam handsfree gewoon rijdend op. Het was de KNO-arts. Die zei, Pierre, ik heb heel slecht nieuws voor je. Ik bel je direct. We hebben het er net met het medisch team over gehad, maar je bent opgegeven. Je bent terminaal. We gaan niets meer voor je doen. Ga afscheid nemen van je vrienden, je hebt nog een paar maanden. Het is over. Nou, dit is voor mij het allerengste wat ik ooit heb kunnen doen. Dat kan ik niet uitleggen hoe nee, dat is. Moet je ondergaan. Ik sterf verder. Ik moet door. Succes. In mijn auto. Feestelijk. Dus voor het eerst in mijn leven, dat heb ik nog met aan niemand verteld. Nu is het voor het eerst, en jullie durven dat te delen als broeders. Vroeger sinds ik 18 was. En voor het eerst in één keer mijn rijbewijs haalde. Dat vind ik ook rijden, leuk. Voor het eerst de macht over de ziel, dat ik bewustzijn verloor. Ik voel flauw in de auto, naar die boodschap, en zo. Ja, logisch. En ik weet, en jullie mogen lachen, dwars door een bleek later een 3 meter hoge onder de elektriciteit staan, een schutting van een hele rijke meneer, een villa met een zwembad en een tennisbaan. Over de tennisbaan heen, dwars door het hondenhok van de wagen. Er waren 2 speciaal opgeleide, zeer valse dokkermanpietjes. Die op de zwaarste gebreken berekend waren. Met een auto door het hondenhok heen rijdt. Van tot stilstand tegen de serre. En airbag werken. Oh. Dus ik werd wakker met een airbag. En ik hoorde alleen maar, waar zijn de jongens? Waar zijn de jongens? Zoek de jongens. Het ging om de honden.
Later ben ik Wouters gecrashed. Ik heb inmiddels een andere. Als je het ergste te horen krijgt wat je kan denken, het allerergste is voor mij staan. Het is over met u. Ik moet sterven op deze leeftijd, terwijl ik net bij deze fantastische familie gekomen ben. Ik heb zo ongelooflijk veel liefde en warme vrienden, lieve vrienden, broeders en zusters erbij gekregen. Dat is ook Gods werk. Hij heeft het bedacht, ik niet. Dus ik dank hem elke dag voor jullie allemaal, voor deze kerk, voor de pastors, voor alles. Ik merk toch ook dat hij bij me is. Je komt op zo'n moment voor een dilemma. Je komt voor een geloofskeuze. Je komt op een kruispunt uit. Ik kan denken, je kan twee keuzes maken. Ik kan denken, oké, het is over met me, God heeft me verlaten. Alle gebeden is een mens voor me gebeden, al die tijd. Oudste uit Hilversum, ben gezalfd. Er zijn heel veel gebedsgenezingen geweest. Maar de tumor groeit alleen maar, en ik word palliatief verklaard. Dus kennelijk heeft de Heer dat gebed niet verhoord. Die genezing die wel kan, zoals bijvoorbeeld bij onze Denise van der Hoeven, die in één keer opstond uit de rolstoel. Maar niet bij mij. Toch is mijn geloof, ik kan ook kiezen voor wel bij God blijven, maar dan ook echt helemaal. Dat heb ik gedaan. Tot en met de dag van nu, het zal zo blijven. Dan de woorden, ik heb gekozen voor de hand te grijpen van de Heer, Jezus Christus. En blijven vast te houden in onwrikbaar geloof, zoals iedere dienst altijd eindigt, iedere zondag, dat Hij, God, de Heer, Jezus Christus, de Heilige Geest, in staat is om oneindig veel meer te doen dan wij met z'n allen kunnen ooit doordenken of voorstellen. Dat geldt ook voor de uitspraken van het medisch team. Het woord van de mens is niets vergeleken bij het woord van God. Hij heeft alles in zijn hand. Dat besef ik. Dat besef ik bewust. Het vereist training. Ik ben elke dag mee bezig. Geloofstraining. Iedere keer als ik bang word, probeer ik Jezus te zoeken. Slaat de Bijbel open. Ik word daarin erg bemoedigd door heel veel ontelbare lieve broeders en zusters uit onze gemeente, geloof ik, Connect Group. Sturen we een prachtige tekst op en heel gericht op de situatie. Het gaat erom dat je in zo'n situatie een onwrikbaar geloof moet hebben dat de Heer, dat God jou lief heeft, voor je is en het beste met je voor heeft. En de rest zullen we zien. Ik heb het aan hem gegeven. Dus de titel om mij af te ronden van de laatste conference. Total surrender. Amen. Dat heb ik gedaan. Ik heb me in de armen van een christenvriend met mijn ogen dicht, symbolisch achterover laten vallen, in totale overgave. En ik vertrouw God. Ik vertrouw de Heer. Ik geloof in Hem. Ik geloof in Zijn hemelse kracht, in Zijn wederopstanding. Hij heeft de duivel al overwonnen. Dus ik ben vol van geloof. Ik hou nog been. Zeker weten. Ik kan me nu niet meer voorstellen hoe iemand kan leven zonder, als laatste, zonder te weten dat Jezus Christus bestaat en dat God bestaat. Voor mij, ik heb 45 jaar zo geleefd als atheïst, maar ik kan me het niet meer voorstellen. Nee. Waar ben je zonder God? Nergens. Want de aarde biedt je geen enkel houvast. Ook een villa niet. Met tennisbanen en zwembaden. Want binnen een seconde kunnen ze het kant over hebben. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Tot in de oneindige eeuwigheid. Dank u, Heer. Dank u dat u voor ons bent. Dank u dat u voor ons aan het kruis gestorven bent. Om al onze lasten, zorgen, ziektes, kwalen, ellende, rotzooi te dragen. Ik laat het fijn doen. Prijs en loof uw naam. Dank u, Heere God. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heilige Geest. Tot in de oneindige eeuwigheid. Amen. Amen. Amen.